dat is echt heel, heel frappant. Want het is toevallig dat gisteren vroeg iemand ernaar hoe het met de gasmat was. En dat is heel toevallig, want het was dus gisteren dat we dan ook de daadwerkelijke gasmat hebben neergelegd. Zoals jullie allemaal wel weten, had ik eerst alle tegels eruit gehaald en dan al het zand eruit gelopen. Zodat ik aarde kreeg, waarop ik dan tuinaarde kon leggen. En daaromheen had ik dan tegels gelegd, dat je eromheen wat potten kan maken. Ik had dus allemaal tuinaarde op de aarde gelegd. En dat moest even flink. Dat moest even goed inhalen. Een beetje aan elkaar wennen. Dat moest het. Hallo. Toch twee verschillende soorten aardes, weet je wel. Dus dat moest even wennen en indalen. En dat heeft het de afgelopen weken gedaan. En toevallig heb ik de daadwerkelijke gasmatten gehaald. Ja, de gasmatten. Die heb ik erin gelopen. Die heb ik erin gerold, laat maar zeggen. Ik heb gerold. Dus ik heb gelopen en gerold tegelijk. En dus dat ligt nu. En nu is het dan een kwestie van goed nat houden. De boel goed nat houden de komende 2-3 weken. Dat de aarde van de mat en de gas, dat de gas en de aarde aan de tuinaarde kunnen hechten. Dat die weer aan elkaar kunnen wennen, laat maar zeggen. En als dat dan gelukt is, dus 2-3 weken lang goed nat houden, dan heb ik over. Tegen het einde van de zomer hebben wij dan een lekkere gasmat liggen. Dus daar ben ik echt hartstikke blij mee.